allemaal en welkom bij weer een nieuw filmpje. Ik heb weer een nieuwe layout gemaakt en dit kinderscriptboek layout. Gewoon oude stijl, zeg maar. Ik heb dit mooie papier gepakt van de Coco Vanilla lijn Hello Lovely. En ik weet niet of jullie het zagen in het begin, maar ik deed de duimen naar beneden. Want de achterkant is echt zo'n hele mooie bloemen. Ja, echt een prachtig mooie bloemenzee. Dus en ja, ik wilde die eigenlijk gebruiken om op te knippen. Maar ik vind deze doily ook echt. Ja, het is eigenlijk een soort doily print. Ook geweldig mooi. En ik dacht van ja, weet je, die hoef ik eigenlijk verder niks aan te doen. Die kan ik gewoon zo gebruiken als achtergrond. Dus dat heb ik ook gedaan. Ja, wel een beetje tot mijn spijt. Omdat ik dan die prachtige mooie bloemen niet kon gebruiken. Maar goed, er zitten zoveel embellishments bij de kit. Ik dacht nou, volgens mij overleef ik dat wel. Ik scrap een foto van mijn kinderen, die na de zomervakantie weer naar school gingen. Volgens mij was het gewoon, ja, gewoon de eerste dag weer op school een dikke knuffel aan elkaar gaven. Wat toevallig ook de eerste dag van school was, de eerste dag dat mijn dochter naar school ging. Dus dat, ja, dat is toch een leuke foto om te bewaren. En nou ja, de kleurtjes passen dus eigenlijk heel goed bij de foto, want ja, het was een zomerse dag en ook een vrolijke dag. Ja, voor allebei, want we hadden allebei heel erg veel zin om weer naar school te gaan. Dit is uiteindelijk een hele simpele layout geworden. Ik heb er echt niet heel veel aan gedaan. Nee, het is puur echt alleen maar even laagjes erachter gedaan. En dat zijn een aantal scraps die ik nog over had van een andere layout die ik gemaakt heb. En ik heb die hele mooie die-cut gebruikt die je ziet, die witte. En die heb ik wel voor een groot deel verstopt achter de foto. Maar ja, ook dat dacht ik van, nou ja, goed. Het moet op, zeg maar, in de zin van, ik bewaar verschrikkelijk veel tijd en ik ben soms een beetje te zuinig, zeg maar. Dat ik eigenlijk alles wil hoorden en volgens mij is dat een veel voorkomend probleem bij scrappers, hoor ik wel eens om me heen. Dus ik dacht nu van, nou weet je, gewoon met de huppakee hem toch maar even doorheen, even door de zure appel heen. En gewoon maar zoveel mogelijk opgebruiken. Je ziet hier weer dat ik een hele, althans hier, je ziet het, ik val ze nu een beetje uit beeld weg, maar je ziet die blauwe vlakken, dat zijn weer van die foamvellen die ik gebruik om een foto omhoog te krijgen. Nou, dat was een beetje gepuzzel hier en daar. En ja, mijn ATG houdt er ook bijna mee op. Ik heb eigenlijk geen rolletjes lijm meer over. Geen lint meer, zeg maar. Geen tape. Dus mocht je weten waar ik dat kan krijgen, dan op dit moment. Want volgens mij is het overal uitverkocht. Dan hoor ik het graag van je beneden in de comments. Want het is mijn geliefde lijm. Ik kan niet meer zonder die ATG. Zelfs voor de kleinste stukjes pak ik hem. Nou, je ziet dus inderdaad dat ik echt maar eigenlijk die ene bloem met het blaadje pak om erachter te lagen. Maar dat vond ik ook echt meteen wel de mooiste bloem. Ik embellish een beetje om de foto heen en ook over die bloem weer heen. Ja, ik baal ontzettend, want mijn filmpjes zijn altijd, als ik zo film, ziet het er allemaal goed uit. En vervolgens als ik ze een beetje bewerkt heb en wil gaan uploaden, dan ziet het er echt, nou, helemaal niet helder meer uit. Dus echt, alle tips zijn van harte welkom. Waarschijnlijk doe ik iets gewoon finaal verkeerd. Misschien moet ik dichter op mijn werkblad filmen. Dus als je tips hebt, nou, vertel het me alsjeblieft. Ook gewoon in de comments below of comments hier beneden. Of stuur me een mailtje of zo. Maar goed, dit is zo jammer. Want ook de layout komt niet goed tot zijn recht, vind ik. Maar goed, even terug naar de layout. Linksbovenin zie je dat ik een clustertje gemaakt heb. En ik had zo dat streepje van dit laagje daarachter, dat streepjespapiertje had ik over. En ik dacht, nou ja, eigenlijk is dat wel heel leuk om dat in dat clustertje te gebruiken. Ik gebruik vaak, valt me op, ga ik van linksboven naar rechtsonder, zeg maar, in mijn layout. Op een of andere manier is dat blijkbaar nu een soort van gewoonte wat ingetreden is. Zeker als ik een foto in het midden plaats, dan wil ik wel graag altijd nog ietsjes eromheen. Ik ben wel op zich, ik hou wel van clean en simpel, maar
een heel wit vel met helemaal niks eromheen om de foto in het midden, zeg maar, dat is dan weer voor mij een beetje te clean. Ik heb nog even de embellishments erbij gepakt die ook in het zakje erbij zaten. Dus dat een paar pailletjes of sequins en wat hoedveneertjes. En je ziet ook dat ik het mooie, prachtig mooie bloemetje gebruikt heb en een flare. Waar ik toch ook wel heel erg dol op ben. En ja, eigenlijk is hij al af. Ik wilde hem heel rustig houden. En dat zie je eigenlijk wel. Ik heb er heel weinig tierlantijntjes en dingetjes bij gedaan. Gewoon heel rustig. Een foto en wat embellishments eromheen. Jullie zullen zo meteen nog een paar eindshots zien. Een paar shots van de foto. Hopelijk kun je dan de layout ietsjes beter zien dan wat jullie nu zien. Voor tips en zo. Hou ik me aanbevolen. Oh, jullie zien nog een laatste stukje. Ik haal nog een heel klein stukje van het roze stuk af. Dat was een beetje too much. Als je het leuke filmpje leuk vond, thumbs up. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doeg!